Even, Kjell Scherp had je vandaag artikel. Ik wist niet dat het zo heftig was, dat die reacties zo belachelijk. Die reacties op die sites en zo. Ja, ja, dat is 11-jarig jongetje, had hij een paar dingen geroepen over Ajax. Die kut-joden en Lucky Ajax had hij als 11-jarige. Ja. Was die. En hij was voor Feyenoord, dus... Ja, en daar wordt hij nu mee om zijn oren geslagen. Die komen nu allemaal weer bovendrijven, die tweets en op Instagram. Dus die Ajax-supporters die zijn, nou, dit is er onder andere eentje van. Een van die reacties. Nou, dit valt dan nog wel mee. Ja. Hè? Maar er zijn ook reacties. Hij heeft natuurlijk net zijn broer begraven. Ja. En dan wordt er gezegd van, ga maar alsjeblieft naast je broer liggen. En dat soort rarigheid. Ja, ik vind het echt eigenlijk schandalig. Maar ik vind ook, Ajax die wil hem graag hebben. En dat hebben ze ook laten weten. Dan vind ik ook wel dat Ajax een statement kan maken. Ook naar die jongen toe. Als Ajax hem graag wil hebben en die jongen wil graag... ja, oké, wat staat er dan nog in de weg? Ja. Maar maak dan een statement naar een stelling van die randebielen. Maar ja, in deze tijd leven we met z'n allen natuurlijk. Ja, daar kan je wel mee leven, maar je kan wel iets... je kan wel een signaal afgeven, ja. ook als je in deze tijd leeft. Dus ja, ik vind het echt belachelijk. Maar is het serieus als hij naar Ajax gaat? Zou je dat een serieuze optie vinden voor Ajax? Ik vind het lachwekkend. Ik vind het lachwekkend hoe er gereageerd wordt op een jeugdzonde. Ik denk als wij hier afgerekend zouden worden op onze jeugdzondes... dat we het paspoort in zouden moeten leveren of zo. Ja, nou, jij zeker. Maar ik begrijp er niets van. Deze jongen die staat bij Emmen in het doel... omdat de echte keeper van Emmen overgewicht heeft. Die ziet eruit als een caféhouwer. En die jongen die is 2 meter lang. Die heeft de lengte van de Sar en van Jan van Beveren... maar helaas niet de keeperskwaliteit. Ik vind het een uitermate zwakke keeper. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.